Oké, dan hebben we nog twee vragen. Even kijken. Ja, idols. Moet het toch over hebben. Het doet pijn, jongen, als je in één keer. Nee, grapje. Nee, dat is een joke. Idols, is dat hoe kijk je naar wat is blij dat je het gedaan hebt? Ja, blij. Ik ben niet. Ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk op dat moment. Ik heb dat toen heel bewust aan meegedaan. Ook al heb ik me niet zelf opgegeven. Ik heb het gedaan, weet je wel. Dus het is misschien zelfs wel een beetje heel laf om dan in één keer terug te gaan kijken en te zeggen: ja, maar. Het enige wat wel is, dat dag één na zo'n programma, dan gaat Boris gewoon door met wie Boris is. En Boris is natuurlijk niet dat programma. Boris is gewoon Boris. Alleen Boris heeft door het programma een bepaalde populariteit gegenereerd in het verleden. Is in een hype terechtgekomen. En op dat moment, dan word je toch een beetje gezien als een soort publiekseigendom. En dan komt er een enorme stroming en hectiek op je af. Heel veel mensen die natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon van je hebben. Mensen die bepaalde dingen van je willen. Of je moet veel interviews doen, heel veel werken in één keer. En je bent eigenlijk nog zo groen als gras. Want dat is wat ik wel dus merkte als ik terugkijk 2,5 jaar later. Muziek was voor mij niet het probleem, want dat was voor mijn gevoel, dat adem ik in en uit. Dat is wie ik ben. Maar media, et cetera, dus echt gewoon het hele artiest zijn en de media eromheen vooral, dus de populariteit daarvan, dat was ik gewoon niet gewend. Dus daar gewoon niet zo mee omgaan. Dus, en ik kan niet zeggen dat ik dan spijt heb van het feit dat ik mee heb gedaan aan het programma. Alleen ik kon natuurlijk vooraf niet voorzien wat er zou gebeuren, weet je, hoe de mensen zouden reageren op het moment dat je dan als winnaar zo'n programma verlaat, wat dat dan met je doet en wat mensen werkelijk van je denken. En in één keer dan merk je gewoon van, hé. Je krijgt gewoon zo'n stempel op je voorhoofd geplakt. En dan wil je in één keer die kant bewandelen of je wil een ander pad bewandelen. Maar dan val je niet meer in het keurslijf van wat mensen het liefste met je willen doen, weet je. Mensen willen natuurlijk wel een beetje. Nou, Als je wat kneedbaar bent, je dan is bent het makkelijk. jij was meer de huistuin en keukenborus voor iedereen die gewoon je god vanuit de tv naar binnen kwam. Dat was hun Boris. Ja, ik denk dat televisie op zich natuurlijk ook zo werkt. En dat is op zich natuurlijk heel mooi, want dat is wel de manier dat je een groot publiek kunt aanspreken. Alleen ik bewandelde mijn eigen pad, althans, dat wou ik graag en dat deed ik op dat moment. Maar ik ging er niet van uit dat mensen daar niet mee eens zouden zijn. Weet je, omdat ik gewoon dacht van, nou ja, ik maak muziek en ik maak dat soort muziek. En ik ging er gewoon vanuit, misschien een beetje naïef, van dat hebben die mensen van mij gehoord, dus dat willen die mensen ook terug hebben.